Als je jarig bent, krijg je cadeautjes. Maar hoeveel geld bespaar ik als ik 30 dagen doe alsof ik jarig ben? Ik begon mijn avontuur bij de McDonald's op Schiphol. Je weet wel, die plek waar je een burgertje kan kopen voor maar 1 euro. God allemachtig, 4,45 euro. We gaan het heen met de wereld. Gelukkig hebben ze bij McDonald's bedacht dat je op je verjaardag een gratis hamburger krijgt. Ik ben vandaag jarig. Ik vulde de datum van vandaag in als mijn geboortedatum, want hey, birthday boy. Het lukte, lekker. Om dit frauduleuze plan te laten slagen, moet ik mezelf constant verplaatsen. Want anders gaat het opvallen. En daarom vloog ik de hele wereld over, zodat niemand me kon pakken. Mijn eerste stop, het vliegveld van Jeddah, Saoedi-Arabië. Today is my birthday. Deze lieve man was vrijgevig. Bedankt voor de gratis koffie, meneer. Hey boy, wat een beetje koffie. Koffiehoelen. Ja, ik weet dat jullie hadden dit criminele gedrag niet van mij verwacht. Maar om het goed te maken heb ik besloten om het bedrag wat ik aan het eind van de 30 dagen heb bespaard weg te geven aan één van deze 10 studenten. Hoe ze dat bedrag kunnen winnen, dat vertel ik jullie straks. Oh ja, later in de video ga ik jou ook vertellen hoe jij misschien wel 1000 euro kan winnen. Dus blijf vooral kijken. Volgende dag, Singapore Airport. It's my birthday today. Een van de mooiste vliegvelden ter wereld. Wow, zo mooi, zo mooi. Hier scoorde ik een gratis chocomuffin van... That is so nice. Thank you so much, okay? $5.60. Echt, die prijzen toch. Het is toch niet normaal tegenwoordig, of niet dan, hé? Weet je wat pas duur is op vliegvelden? Ik heb zin in pils. Ik heb alleen geen zin om mijn geld eruit te geven. Wat denk je? Dollartje of 6, 7, oké. Misschien 8. $15. 15. I was wondering if I can get a free small beer. Deze man was een taaie. Maar 15 minuten later hadden we een band opgebouwd. Kijk, glimlachje hier, glimlachje daar. Bim, pats, boom. Okay. Gratis pils. You know I don't have money, eh? Echt een lieve man. Alright, thank you. It was nice meeting you. Volgende stop, Amerika. Gratis birthday Starbucks. $6.30. Big win. Daarna Joe and the Juice. Flesje water, bananenbrood, carrot cake. $9.98. Kleine shout-out naar deze nagels. Kijk dan even. Mega cute nagels! Die carrot cake was echt spang. Dag 7. Ik was in... San Francisco. En San Francisco staat natuurlijk bekend om zijn lekkere cocktails. Dus dronken we de hele... San Francisco heeft helemaal niks met cocktails te maken, man. Boeien. Ik probeer gewoon even een beetje bijzonder te maken. $18.99. Van dat geld koop je letterlijk een Barbie Princess Adventure Fantasy Pop René. René! We can also do just a free drink for the birthday. Deze vrouw was scherp. Voor het eerst vroeg iemand mij om mijn paspoort. You gotta be checking. So I know how to make sure. So I know. Mijn paspoort nog. Oh, yes, it now. Yeah. I can call for him. Maar na een zeer geloofwaardig telefoongesprek met mijn fictieve Mattie Thijs. Het is nu voor het eerst dat iemand ons even vraagt of ik wel echt jarig ben. Vond deze lieve barvrouw het wel prima. Am I like famous old fashioned? I'll make it fancy for you. Oh, that's great. Ik hou ervan om jarig te zijn. Zoals ik al eerder zei, ga ik het bedrag wat ik bespaar in deze video weggeven aan één van deze 10 studenten. Alle studenten hebben een inschatting gemaakt van hoeveel zij denken dat ik in 30 dagen kan besparen. En degene die het dichtst erbij zit, die wint het geldbedrag. Maar hoe zijn deze studenten eigenlijk op de bedragen gekomen? Ik had een beetje een bedrag van 40 euro per dag. Omdat ik ging kijken van wat geeft gemiddeld een persoon uit per maand. Ik had een deel aan ChatGPT gevraagd, want ja, die weet wel meer dingen. Ja, nou, ik ging dus naar de kermis en ik zie daar een vrouw met een glazen bol. Ik denk, die gaat mij helpen. Nee, grapje. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja, ik heb geen inschattingsvermogen. Ik kan niet rekenen. Ik weet ook helemaal niet waarom ik eigenlijk hier aan meedoe. Door naar dag 8, Japan. Daar maakte ik deze 3 video's. Als je ze nog niet gezien hebt, check ze in de beschrijving. En tussen de opnames door was ik natuurlijk gewoon jarig. Happy birthday to you. Mooi gedaan. Oh. Eindstand moest ik gewoon betalen voor dit knappe toetje. Dan gelachen. Een dag later had ik meer geluk. Gratis ijsbolletje, 4 euro. Kapot lekker. Dag 10, nog steeds Japan. Maar dan, hier. Dit is Huis ten Bosch. Een themapark in het zuiden van Japan waar Japanners heen gaan om zich één dag kaaskop te voelen. Japanners zijn niet zo heel erg gul als het gaat om verjaardagscadeautjes. Dus ik heb een geheim wapen. Ja, als dit niet werkt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, ik heb er goed... Oh. Ja, groot. Konnichiwa. Hello. So, it's my birthday. The passport is in the hotel. Dus ja, ik moet bewijzen. Your name. Mijn naam opschrijven. Yes. Ja, ik kan niet mijn echte naam gebruiken, want dan hebben ze door dat ik niet jarig ben. Oké. Okay. Hi. Yes. Hier had ik een Uber-scheme gevonden, namelijk... De
verjaardagsticker. Dat is een sticker waarop staat dat je jarig bent. En daarmee kreeg je letterlijk overal korting. Bijvoorbeeld op de entree. Of dit heerlijke avondeten. Dag 10 in totaal, €28,32. Dag 11, nog steeds Huis ten Bosch met... De verjaardagsticker. Excuse me. It's my birthday. 20% korting op koffie. Dus iets meer dan €2. Cheesecakes. Toch 1800 yen korting. Lekker Hollands kroketje. Het is meer een soort bitterbal is het. Fietsen huren. 1 fiets graag. Ook nog een serenade. Happy birthday to you. €39,23 in één dag. Lol. Dag 12 is nog gekker. 2 nachten hotel. €43,46. Hé, hey, Huis ten Bosch had de pot zeer goed gevuld. Ja, ik weet niet zo goed waarom ik deze bonnetjes in beeld heb gezet. Je snapt er toch geen reet van. Maar ja, boeien. Welkom in Amerika. Potje golven. Gratis toetje. €8,67. Nieuwe vriendin gemaakt. Dag 14. Disney World Florida. Achtbaantje hier. Attractietje daar. Woo! Zin in een sappie. I was wondering, it's actually my birthday today, so I was wondering if I could get like a free drink. That's not possible, Disney. Helaas, kan niet altijd 6 gooien. Mission failed. Op dag 15 was ik dronken. Ik begon bijna zelf te geloven dat ik jarig was. Geen geld bespaard. Het enige wat ik die avond gratis kreeg was een kater. Echt, wie zijn al deze mensen, joh? Over katers gesproken. Wintersport, dag 16. Gratis shotje. Ze waren van €5. €5? Ja, dat was niet eens lekker. Volgende dag, gratis Jägerbom. €4. En een privéconcert van... Happy birthday to... Ja, ik weet eigenlijk niet wie dit was. Stond niet op beeld, maar goed gezongen. Dag 18. Mijn mattie Paul ging ervoor. I have a friend here with the green hat. It's his birthday. And this is his favorite. Can I get this one? Dankjewel, Paul. Echt knap geregeld, man. Ik kan dat niet gratis geven. Paul had gewoon betaald. Can I pay by card? Mission failed. Dag 19. Toetje, kaarsje, niet gratis. Mission failed. Wel lekker. Ik sta trouwens deze ballonnen niet voor niks op te blazen, want de ruimte die ik hier heb versierd is mijn... Party location. Kijk, tijdens mijn avontuur kwam ik op het idee om het goedkoopste verjaardagsfeest ooit te organiseren voor de studenten. Daarom heb ik de laatste paar dagen van mijn avontuur in het teken gezet van de cheapest birthday party in the world. Op mijn verjaardagsfeest moest ik er tip-top uitzien. Dus daarom belde ik mijn Mattie van Nubik. Dag dame, Kelvin. En jullie kennen me, dat deed ik natuurlijk op mijn allersubtielst. Ik ben vandaag jarig, mag ik gratis schoenen? Nee, tuurlijk jongen. Oké, goed gedaan, dankjewel. Jojo. Birthday outfit. De volgende dag kocht ik een verjaardagsbroekie, want op gstar.com krijg je 20% korting op je verjaardag. €22 korting. Bij verjaardagsfeestje hoort natuurlijk versiering. De eerste winkel was matig enthousiast. Hebben jullie iets van een soort verjaardagskorting of zo? Of doen jullie nee, aan? Dat doen we of, helemaal niet. Nee. Spijtig. Maar gelukkig kon ik een dag later bij de tweede feestwinkel al mijn artikelen gratis rekenen. Nee. Nee? Nee. Oké, okay, ik heb 1 ballon gekocht, want ik kon niks gratis fixen. En ik was boos, dus daarom kocht ik maar 1 ballon. Dankjewel. Mission failed. Op mijn nieuwe schoenen en mijn verjaardagsbroekie moest natuurlijk een verjaardagstruitje. Die regelde ik bij de H&M met maar liefst €24,75 korting. Kaching boy. Ik had eten nodig voor mijn gasten. Nou, misschien kan ik wel een stukje kaas krijgen van u. Kijk eens, gratis kaasje. Kan ik een paar poffertjes cadeau krijgen? Dank u wel. Ik wil het opeten, maar nee. Precies 10. Nou, hey. Iedereen kan 1 poffertje krijgen. Voor die hapjes moet ik natuurlijk een schaal hebben. En die kocht ik via Marktplaats. Kijk eens. Wat was er ook weer afgesproken? Want hij was eerst €12,50, toch? Ik probeerde nog even tot de laatste euro af te dingen. Is €10 ook niet goed? Nee, ik moet wel echt 11. Ineens voelde ik me schuldig. Kelvin, wat ben je eigenlijk aan het doen, man? Een euro afdingen? Ben je helemaal gek geworden? Je hebt 1 miljoen abonnees en dan ga je afdingen op Marktplaats? Ik had spijt en douwde een briefje van 5 door de brievenbus. Op dag 26 had ik dus eigenlijk geld verloren. Maar mijn karma had gewonnen. Mijn cameraman die Michael is ook niet gratis natuurlijk, dus... Ik ben vandaag jarig. Ik ga helemaal vergeten, joh. Ja, joh. Dacht je gratis filmen, dan moet ik wel kunnen. Michael wilde voor de lol wel even een dag gratis voor me filmen. Maar aangezien Michael natuurlijk al lang weet dat ik niet jarig ben, besloten we te settelen op €100 korting. Thanks. En dat had je niet verwacht, hè? Dag 28. Mijn verjaardagsdrip was bijna compleet. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Zullen we die pet van jou vervangen? Kies een kleurtje uit. Ja, hoe vind je hem staan? Is toch goed? Oké, dan wil ik deze. Ik kreeg er zelfs een gratis tas bij van €10. Zijn tassen tegenwoordig €10? Heel erg bedankt. Fijne dag, man. Je zou bijna jezelf afvragen, hadden ze dit ook gedaan als ik niet kalfijn was? Op de ene laatste dag verraste ik mijn zakenpartner Sander. Je weet wel, van het beste drankje ter wereld. Ik ben jarig vandaag. Niet? Ja. Ik kom eigenlijk de nieuwe smaak halen. Ja, dat kan. Yeah! Orange Mandarin, new flavor baby. Ik ga hem voor het eerst proeven.
Dit is serieus mijn favoriete smaak. Wat deed je? Hij is lekker, man. Dat zeg ik niet alleen omdat ik eigenaar ben. Oké, wel een klein beetje. Damn, boy. Met deze flinke berg gratis Charlies kwam ik na 29 dagen uit op... €717,08. Woehoe! Maar ik heb nog één dag te gaan, namelijk... Vandaag, de dag van het feest. En bij een verjaardagsfeest horen natuurlijk cadeautjes. En als het goed is, hebben alle 10 studenten een cadeautje meegenomen voor mij. Yeah, vrienden. Welkom op mijn verjaardagsfeest. Het sfeertje zit er wel in. Dus iedereen mag één poffertje. Okay. Oh, die zijn een beetje koud. Dat is niet heel lekker, hè? Ja, ze zijn maar een paar dagen oud. Mm. Cadeautjes. Thanks. Die ga ik wel lekker op, ja. Deze van jou. Godsamme, wat goed. 99 Games. Yeah. Hij heeft verjaardagssok. Dankjewel. Ja, hij is altijd goed. Ja. Dankjewel. Ik ga eerst de 8 mensen die niet hebben gewonnen, ga ik één voor één opnoemen. De eerste afvaller is Elise. Sorry. De tweede afvaller is... Terwijl de een na de andere deelnemer afvalt... Jesse. Ga ik jou vertellen hoe ook jij geld kan winnen. Let op. Dat is Vincent. Zoals jullie weten hebben we een nieuwe Charlie smaak. En om te zorgen dat ik zoveel mogelijk blikjes van de nieuwe smaak verkoop, heb ik iets bedacht. Ik bel namelijk op 16 mei aan bij een van jullie. En als jij dan de nieuwe smaak Charlie's Orange Mandarin in je koelkast hebt staan, mag je een keer mee naar het buitenland voor een monsterlijke video. En win je ook meteen €1000 handje contantje. Huppatee. Vierde afvaller is Anna. Mark. Tim. Dus, stap 1. Ga naar de supermarkt en haal de nieuwe smaak Charlie's Orange Mandarin in het waterschap. Melissa. Stap 2. Mail je adres naar charlies@calvijn.nl. Stap 3. Zorg ervoor dat je op 16 mei tussen 6 en 8 uur thuis bent. Want als ik dan bij je aanbel en jij kan het blikje laten zien, verdien je €1000 en mag je een keer meedoen aan een dikke video zoals deze. Kies random 1 adres uit. Succes! Volgende die er te ver van af zat. Sam. Er zijn nog 2 deelnemers over. Cassandra en Eline, jullie zitten het dichtstbij. Stel je wint geld, wat ga je er dan mee doen? Doneren aan het kankerfonds. En jij? Ik naar concert en festival. Nice. Allebei een goed doel, vind ik. Zeker. Ja, wel 2 verschillende soorten goede doelen, maar... Het bedrag wat ik de afgelopen 30 dagen bij elkaar heb bespaard door te doen alsof ik jarig was, is €792,30. Ik tel straks van 3 naar 0 en op 0 mogen jullie het bordje omdraaien. En dan zien jullie van elkaar dus wat jullie bedragen waren en dan degene die het dichtstbij zit, die heeft gewonnen. 3. 2, 1.